Welkom en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Super chill dat jullie er allemaal bij zijn vandaag op dinsdag. Hoeveelste datum is dat altijd op dinsdag? Het zal wat zijn als elke dinsdag dezelfde datum was. Vanaf nu, elke dinsdag dezelfde datum. Het is vandaag 2 mei, dames en heren. Duimpje omhoog als je ook altijd de datum vergeet. Echt elke dag weer. Dan is het zoiets van, wat voor datum is het ook weer? En dan check ik even op mijn telefoon. En, oh ja. En aan het eind van de dag, wat voor datum is het ook weer? Dat heb ik altijd met toetsen. Volgens mij is dat super herkenbaar. Als je ooit een SO of gewoon een toets of een tentamen, examen, hoe je het wil noemen. Als je in ieder geval iets moet maken op school, dan moet je je naam neerzetten. En dan moet je altijd de datum. Moet je, Dylan, je hoeft trouwens niet te doen alsof je er niet bent hoor. Ik zie al deze ik wacht er nog eventjes. Ik wou net zeggen, je zit er in een hoekje zo van, ik ben er niet, maar we zien je al de hele tijd. Ja, ik was de boom even aan het bewonderen daar zo. Boomknuffelaar, maakt niet uit. Maar goed, dan heb je zoiets van, je moet je datum neerzetten op dat blaadje. En dan, wat voor datum is het ook weer? En dat is precies hetzelfde met je bent jarig geweest de dag daarvoor. En je zit dan even zo van, oh ja, hoe oud ben ik ook weer geworden? en waarmee je het ook hebt. En dan ga ik beginnen met Minecraft. Maar wat je ook hebt, is als het een nieuwe jaar is. Hè? Oh, ik wou dat ook zeggen. Ja, oh, ja. Nou, hier, daar ga je al. Daar heb je al iemand. Daar heb je al Dylan de koekenbakker die dat ook heeft. De koekenbakker. ben je een beetje... Heb je vaak koekjes gebakken? Poepjes? Nee, oh, geen... koekjes. Ja, koekjes. Ja, af en toe. Poepjes kan ook hoor. een beetje gek. Nee, die bak ik niet. Ja, wel eens, maar... Nee, die bak je niet. Wat doe je er dan mee? Wat? Ik zei, die bak je niet, wat doe je er dan mee met die poepjes? Gewoon doorspoelen. Oh, goed zo, lekker. wat anders. ja, je zei zo echt van, nou, met poepjes bak ik niet, ik doe er wel iets anders mee. Behalve nee. Gewoon doorspoelen. Ja, nee, dat alleen doorspoelen. Oké. Okay. Nou, gelukkig. Jij er wat anders mee dan? Nee, zeker niet. Oké. Ja, af en toe gooi ik eens op D als ik boos ben, maar... Nou ja, nee, dat kan wel. Daar blijft het bij. Dat verklaart de poepkleur ogen van haar. nee, grapje, ze heeft helemaal geen bruine ogen. Oké, wij gaan vandaag verder werken aan dit, eigenlijk kinderboerderij van D. dat is wel een leuke naam. Hey, dat heb ik gewoon even verzonnen. Oh mijn god, Enzo, je moet echt YouTuber worden. Je bent zo creatief. Ja, echt hè? Oké, nou, dit is mijn eerste Minecraft video en welkom op mijn YouTube kanaal. Kinderboerderie. Dat is veel leuker naam. Ja, leuke naam. Kinderboerderie. Ik denk wat origineels heeft er dan. Kinderboerderie de Miri. Wat gebeurt er eigenlijk als de ik... De Miri. Hey, wat doe je? oh, ik had net die naam getypt, verdomme. Alsjeblieft. Ja, ik dacht, misschien kan je dan doortypen en dan druk je op end en dan is het opeens weg. Jongen, maar... jij bent echt zo'n irritante mug die je wil doodslaan. Die deed het bij je oren als je wil gaan slapen. Zo... En dan doe je het licht aan en dan is die in één keer verdwenen. Zoep. ja. Wow, heb je zin in soep? Lekkere soep. ja. Ik kan wel soepjes maken. Kinderboerderie. Ja, kan je een beetje koken? Een eitje. Een eitje. Ja, oké, naast een eitje. Want dat is wel een eitje natuurlijk. Lekker hoor. Heb jij wel hout bij eigenlijk voor de kinderboerderie? Even kijken, ik heb zeker hout. Maar moet je eens even naar mij kijken, ik kan een trucje. Ken je Dragon Ball Z? Ja. Daar vliegen ze toch wel eens als ze zo'n cape hebben? Mhm. Oké, 1, 2. Dragon Ball Z! Wacht, ik deed fout. Dragon Ball Z! Dragon Ball Heel veel mensen kennen Dragon Ball Z niet. Ik ben blij dat jij het een keer, of dat ik iemand met iemand opneem die het een keer kent. Want ik zeg altijd, oké, Dragon Ball Z en dan... Nee, geen idee. Auw. Ik had het ook een keer gespeeld op de PlayStation. Ja, vet spel man, leuke serie ook. Maar hey, ik heb allemaal resources, ik ga natuurlijk delen. Want Enzo is de deelmeneer. Yay, de deelmeneer. Kijk kan je goed delen en rekenen, was je daar goed in? Over meneer gesproken, game meneer, er komt... binnenkort weer in de survival als het goed is. Yay! Die wilden wel weer een keertje meedoen. En Link en Jeremy, die zijn heel erg druk geweest. En die gaan jullie deze week zien in de survival. Ja. En ik heb ook een verrassing voor Link in de survival. Jullie mogen alvast raden in de reacties wat voor verrassing ik kan hebben voor Link in de survival. Ja, het is te raden, laat ik het zo zeggen. Ja. Oké. Oké, wat wij gaan doen is, wij gaan een reactie in beeld laten komen van Floor. En die zegt,
Hier zo een tip voor de beestenboerderij, oftewel de kinderboerderie van de Miri. Maak verdiepingen. En dat vond ik een hele gruwelijke, want ik heb nog nooit een kinderboerderie gezien met verdiepingen. Kinderboerderie, kan toch niet? Ja, hij blijft erin. Kinderboerderie, ik vind het kinderboerderie, leuk. Hier, meteen een schoffel in mijn hand. Schoffel. Een schoffel. Oké. Okay. Een ho. Ja, een ho is toch in het Nederlands een schoffel, wat ik in mijn handen heb hier zo, waar je zo tik, tik, tik mee kan doen. Hoe heet het eigenlijk? Is het echt een schoffel? Volgens mij wel. Ik ga nu mijn mic even in het Nederlands zetten. Kom, ik ga even een D maken. Een D. Bam. Even kijken, waar doe je dat ook weer, de taal? Dit is of D, of het is een rare kleine piemelotje. Oké. Okay. Oh. Nou, we gaan even verdiepingen maken. Hoe kunnen we dat doen? Ik heb bouwingenieur Dylan Pace meegenomen. Ja. En die gaat jullie nu samen met mij een tutorial geven over how to build kinderboerderie verdieping. Yes, wie kent Ferry, leg het out goed. Ja. Zo, even kijken, hoe heet het nou? Geef die ho is. Geef, nee, schoffel. Ik heb nu mijn mic aan mijn schoffel. Ja, even kijken, het is een diamanten schoffel. Je hebt gelijk, het is echt een schoffel. Ja, ik zei toch, een diamanten ho is een diamanten schoffel. Ik dacht, dit is weer zo'n boerderiegrap. Oké, okay. Laten we even beginnen met de trap. Alsof ik al 10 boerderiegrap heb. Yo, weet je wat een leuke boerderiegrap is? Nou. Nou, ik heb geen idee, ik google even. Oh ja, nee. Even kijken, ik ga even googlen. Een kinderboerderij. En jullie zien Minecraft nu helemaal in het hoekje linksboven. Ik weet niet hoe het komt, maar als ik blijkbaar van fullscreen Minecraft naar kleinscherm ga, dan verandert hij mee op mijn opnameprogramma. Ja, ik heb dat nog allemaal niet goed ingesteld. Ik weet ook niet hoe ik het precies verander. Maar daar ga ik nog wel achterkomen. Kinderboerderij. Komt goed, komt goed. Er zijn vast wel kinderboerderij moppen. Maar dan krijg je helemaal bovenaan... kinderboerderij bezoeken, gratis kinderuitje. Hoezo een kinderuitje? Is dat niet leuk voor volwassenen of zo, een kinderboerderij? Enzo, ik ga stoppen met de opname. Ik ga nu naar de kinderboerderij. Doei! Wat is een Johnny? Zo, ik ben er nog hoor. Ja, op de kinderboerderij. Oké, okay, let op. Ik ga hem op mijn andere scherm zetten, want dan kan ik wel gewoon weer Minecraft spelen. Want we moeten wel gewoon werken aan de kinderboerderij. Ja, kijk, ik heb hier al een trappetje van de Miri, want anders dan komt dat nooit af. Ja, dat ziet er goed uit. Dat ziet ja, maar alleen moet er nog een beetje pimpen natuurlijk, maar het begin staat er. Ja, ik ga wel even wel gewoon boom hakken. Mag ik dan wel jouw diamanten... Hoe noemen we dat in Nederlands? Diamanten... Diamanten... Bel. Oh ja, bel. Diamanten bel. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, logisch. Dankjewel. Alsjeblieft, gaan we lekker bijlen. Ik ga even lekker hakken met die bel. Hakken nou, met goed. Die bel. Jan Kees. Jan Kees? En... De andere naam is Maria. Gaan naar de kinderboerderij. Jan doet een voorstel. Oeh, als Jan een voorstel doet, dan moet je oppassen, jongens. Jan doet een voorstel. Jan doet een voorstel. Hey, kom, we gaan een wedstrijdje doen. Wie de langste bij de varkens kan volhouden. Huh? Daar zijn Kees en Maria mee eens. Jeetje, wat een rare Nederlandse opbouw is. Ik net wel zeggen. Wat de heck? Gaat goed. Oké, nou, even voor de duidelijkheid. Jan, Kees en Marja, die gaan naar de kinderboerderij. En Jan doet een voorstel. Hey, kom, we gaan een wedstrijdje doen. Wie het langste bij de varkens kan volhouden. Ik denk dat hij dan bedoelt wie de langste bij het hok in de varkens kan zijn. Laten we daar gewoon op houden dan. Ja, dat was ook raar Nederlands, maar goed. Jan gaat als eerste naar de varkens. En dat was het. En komt snel over 1 minuut terug en zegt, gadver, die varkens stinken. Dan gaat Kees er naartoe. Hij komt over 2 minuten terug en zegt, gadver, die varkens stinken. Dan gaat Marja naar binnen. Over een paar seconden komen alle varkens naar buiten en schreeuwen, gadver, Marja stinkt. Oh, die is hard, jongen. Ja, dat is wel heel erg. Oh, die is heel hard. Al helemaal als er nu een kijker kijkt en die heet Marja. Marja, trek het je niet aan. Laat die varkens maar lullen. Ze stinken gewoon zelf en ze gingen je gewoon even trollen. Het komt goed, Marja. Het komt goed, Marja. Als je gewoon even lekker hebt gedoucht vandaag, of gisteren, of vorige week, dan komt het helemaal goed. Ja. Vooral vorige week. Hoe vaak douche? Jij vertelde dat jij 1 keer per 3 dagen douche, toch? Wat? Heb ik dat verteld? Nee, grapje. Hoe vaak douche je per dag? Niet meer dan 1 keer. Niet meer dan 1 keer. Nee, dan ook wel een beetje moe. Nee, dus als jij in de ochtend hebt gedoucht en je hebt dan in de middag heb je gefitnessd en je bent helemaal bezweet, dan ga je niet meer douchen. Ja, ik doe het meestal in de avond. Hé, hey, dan had ik je even te pakken, hè? Ja, dan had je weer te pakken, ja. Ja, ik douche elke dag. Nee, dat is niet waar trouwens. Soms douche ik 2 dagen niet. Ja, dat kan ook. Ja, nee, maar dat is echt waar. Want mensen, ja, grappig en zo, ha, ha, ha.
Gaan we even lollig doen weer. Nee, is echt waar. Soms douche ik gewoon 2 dagen niet. En het kan gewoon. D weet er alles van. Want dan zit ik gewoon... Kijk, vaak als wij... voordat wij weggaan... of we nou een weekendje weggaan of een weekje weggaan... Dan zit ik opgesloten hier in mijn knolhol. Zit ik heel veel opnames te doen. Want stel voor, ik ben 10 dagen weg van huis. Er moet natuurlijk wel... Ja, dat wil ik ook... Elke dag een Minecraft-aflevering online komen. En die moet ik dan allemaal maken in een paar dagen tijd. En dan zit ik gewoon zo lang opgesloten in mijn knolhol. En dan vergeet ik eigenlijk een beetje te douchen. En dan na 2 dagen denk ik... Oh, mijn haar is wel heel vettig geworden. Of dan zegt deze een keertje van... Jeetje, Endo. En zo, je liep net voorbij. Maar ik dacht haast dat het de varken was. Want het stond zo. Ja, dus ik... Maar normaal gesproken douche ik gewoon elke dag, hoor. Alleen ik doe het sommige altijd in de ochtend. Toch wel. Ik soms ook, hoor. Maar soms ook in de avond. Het is een beetje verschillend eigenlijk. Gewoon wanneer ik er zin in heb. Ja, je bent nu een beetje in de war, hoor. Ja, dan ben ik een beetje in de war. Maar je doet het voornamelijk, doe jij het in de avond. Ja. En is daar een reden voor dat je het in de avond doet? Want ik had het laatst toevallig nog over in de vlog. Dat mensen 's avonds douchen met een reden. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jouw reden daarvoor eigenlijk is. In de ochtend soms te weinig tijd. Of, ik weet niet. Dan ben je zo moe of zo en dan doe je het niet. Maar dan komt ook misschien omdat ik naar school moet. En dan moet je daarvoor nog douchen, ja. Ja, is dat jouw reden? Want de reden die ik te horen heb gekregen... is dat mensen douchen in de avond... omdat hun bed dan lekker schoon blijft. Oh, daar heb ik nooit over nagedacht. Oké, dat zijn geen zorgen voor Dylan. Daar spring ik gewoon in en dan slaap ik lekker. Maar hoe vaak verschoon je je bed? We praten even over hygiëne. Hygiëne is belangrijk, mensen. Ik doe dat zelf niet, dat doen mijn ouders. En oh, verwende. Bof komt jij, jongen. Ja. Verwende, nee, hoe oud was je ook weer? Ik was een keer 12, ik was een keer 10. Klootzak. Je weet donsgen wat ik bedoel, man. Ik ben nu 17. Jij bent nu 17? Ja. Oké. En dan heb je geluk, man. Dan word je echt verwend. Ja, ik weet niet. 1 keer per week of zo? Wow, hoorde ik nou iemand bij jou op de achtergrond? Nee. Echt wel? Helemaal niet. Ben je iemand aan het gijzelen of zo? Ik hoorde help. Ja, dat hoorde je echt, hoor. Ik weet niet waar jij dat weer vandaan had. Nee, serieus. Ik hoorde volgens mij echt help. Nou, ik viel wel van het dak af. Oh, hoorde ik gewoon ouw in Minecraft. Ja, dat lijkt het wel een beetje op. Ja, oké. Dan was ouw en help, ja. Dat lijkt wel heel erg op elkaar. Ja. Alleen in de Enzo-taal. Oké, maar goed. Wat vind je van de tweede verdieping wat ik nu maak? Ik ga eventjes koekeloeren. Hoppakee, ik moest even hekjes maken. Ik heb echt knijtsveel hekjes. Ik ga ze delen met jou, hier hekjes. Oh, wat aardig. Dankjewel. Misschien nog wat moois voor de trap, maar gewoon op deze manier, denk ik. Ja, de tweede, niet de tweede aflevering. De tweede aflevering van Minecraft, die ga ik morgen opnemen, oké? Dit is de eerste aflevering. Maar de tweede verdieping jij bent niet aan het opletten, maar niet uit. Ja, ik snap wel. De tweede verdieping. Je moet een boomstam. Ja, gast, ik wil toch even deze hakbel uitproberen. Oh, sorry, ja. Nee, geef niet. Dankjewel. Ik deed gewoon fout. Maar de tweede verdieping vind ik nice, man. Oké, cool. Dan gaan we hiermee door. Very good. Maar waar gaat de volgende trap? Moeten we dat vanaf hier, van de eerste trap, door laten gaan of aan de andere kant? Ja, hij zei verdiepingen. Laten we de eerste op... Op één verdieping houden. Oh ja, dan hebben we al een verdieping. Ja, dan hebben we in ieder geval al een verdieping. En als we dan daarnaast een begaande grond maken en nog een verdieping, dan hebben we in ieder geval al verdiepingen. Oké. Snap je? Ja. Dus laten we daar eerst even bij houden. Want ik denk dat het wel handig is dat we binnenkort even Deetje weer in de survival uitnodigen. En ik kreeg een reactie en die ga ik dan ook in beeld laten komen binnenkort. Als ik met Link en D samen ga opnemen. Want er was een reactie met Link en D tegelijk opnemen. Dus daar had ik zoiets van, gezellig, waarom niet? En je hebt hem eigenlijk al verteld en dan komt hij de volgende keer in beeld. En dan weten mensen het al. Ja, maar dan krijgt degene die de reactie heeft achtergelaten toch nog even zijn shine. Weet je. Ja, oké, zijn credits. Ja, mensen vinden het leuk als ze hun eigen reactie in beeld laten komen. En ik kan het ze niet kwalijk nemen. Ik bedoel, stel voor ik zou een reactie sturen naar iemand... en die gaat hem behandelen, dan zou ik dat ook super cool vinden. Dus daarom probeer ik altijd wel weer even een reactie of een paar reacties in beeld te laten komen. Behalve deze aflevering. Heb jij een scheppie voor mij? Nee, grapje. Ik heb 1 aflevering al in beeld laten komen. Ik ben het niet vergeten, hoor, tijdens het editen. Nee, zeker weten niet. En ik heb nog een reactie. Ja, daar ga ik al gewoon. Ja, tweede komt er meteen. Niet vergeten. Nee. Deze komt in beeld nu. En die zegt... Wahahaha. Wahahau.
Enzo, die Dr. Paul, daar had ik de vorige aflevering over. Die woont in Amerika en is veearts. Dat klopt helemaal. En die, want ik ging mijn verhaal even afmaken, dankjewel. Ja. Hij is dus veearts in Amerika en hij komt uit Drenthe. En wat ook leuk is, hij heet gewoon Jan. Hij heet blijkbaar Jan. Ja, dat wist ik. Jan uit Drenthe. Dus dan Jan U. Drenthe, zeg maar dan. Oh ja, Jan U. Drenthe. Ja, we zijn bezig met een kinderboerderie, dus we zijn platprot, hè? Hey, Jan U. Drenthe, hoor. Oh, geweldig. Was dat goed? Ja, dat was bijna goed. Oké, mooi. Wie ben je goed mee, jong? Ja, goed. Ja, de kinderboerderie. Ja, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, dus dan praat ik maar gewoon een beetje harder door die al. Oké, we hebben wat dirt nodig, dus ik ga hier even wat dirt het is dicht. Nee, ik heb het al gevuld. Huh? Waar heb je dirt nodig dan? Oh, je hebt daar bovenal gevuld. Oh, eigenlijk daarvoor. Ja. Maar sowieso wil ik dit weg hebben. Want wij gaan hiernaast gaan we dus nog een verdieping maken. Oké. We moeten hard werken, man. We moeten hard werken. Ik wil Dave wel iets laten zien. Dat ze zoiets heeft van... Wow, daar hebben jullie hard en goed aan gewerkt. Niet dat ze zoiets heeft van... Jeetje, wat is dit nou weer voor raar bouw. Dat ze gewoon trots op je kan zijn. Ja, dat ze trots op ons kan zijn. Snap? Op ons kan zijn, ja. Ja, zeker weten. Dus we moeten eigenlijk nog iets vets verzinnen. Waarvan ze zoiets heeft van... Wow, dat is origineel. Dat is goed. Drinkbakken. Oh ja, ja. Oké. Ja, ja. En ik denk wat hooibalen misschien? Ja, voor de paarden. Ja, hooibergen. Ja, sowieso. Oh ja, maar hebben we dat wel? Ja, ik ga wel even hooi fixen. Als jij hiernaast misschien... sowieso deze onderste, de hele onderste verdieping moet weg. Oh ja, waarom is dat daar eigenlijk? Ja, dat hadden we... Het snel doen, want jij hebt de bel. Ja, ik doe dit wel eventjes dan. Ja, Pascal en ik wisten nog niet helemaal wat we wilden de vorige aflevering. Maar een beetje vieze. We zijn er nu uit. Mooi. Dus we gaan het gewoon met hekjes doen. Even kijken. Oh, misschien moet het design van de bovenkant ook anders. Want daar zit zo'n blok in de hoek. Moet jij even oordelen zometeen. Oké, ik ga zo meteen even checken. Ik ga eerst even dit even weghalen. Plaatsen. Hoppakee, dit ziet er goed uit, man. Hé, maar nog even over koken gesproken. Je kan dus eitje koken, maar van wie heb je dat geleerd? Weet ik eigenlijk niet. Volgens mij heb ik dat gewoon zomaar gedaan. Heb ik dat van jou geleerd? Nee. Oh, ik dacht jij hebt gekke techniek laten zien een keer of zo. Oh, omdat ik dat vroeg, dacht je misschien een wikkertje geleerd. Ja. Zo van, kan je dat nog wel herinneren? Ja. Nee, heb ik niet geleerd. Nee, maar volgens mij ging ik het gewoon een keer doen. Omdat ik eten nodig had. Omdat ik eten nodig had. Ja, nee, duidelijk. Oké. Hoe heb jij daar geleerd? Nee, hoe heb jij dat trucje geleerd dat je het zo uit je mond spuugt, die ei? Ja, dat heb ik maar gewoon een keertje gedaan. Ik dacht, weet je, dit eitje is niet zo lekker. Ik spuug hem uit en toen... Toen kwam hij alweer terug. Toen kwam hij terug in mijn mond. Toen dacht ik, wow. Ja, dit ga ik gewoon vaker doen. En sindsdien spuug ik soms wel eens dingen uit mijn mond. En dat valt er dan weer in. Ja, dat klinkt raar. Maar als je de vlogs kijkt, dan snap je precies wat ik bedoel. Ja. Ja, het wordt ook wel eens gevraagd op meeting. Van, Enzo, wil je dit eens in je mond doen en uitspugen? Heb ik zoiets van, ja, een beetje raar nu misschien. Maar waarom ook niet? Ja. Dus ik heb dat wel eens gedaan. Mensen op de meetings nemen ook wel eens zure snoepjes mee. Blijkbaar vinden ze dat heel erg leuk om dat gezicht van mij te zien. Ik wou net zeggen, ja. Ook dat gezicht, dat prinskring gezicht. Of dat prinskring gezicht. Dat gezicht dat ik ging niezen. Hachu, dat is echt ontzettend vaak. Het moet gewoon een meme worden. Ja, dat is echt niet te geloven. Maar ik snap wat je bedoelt in de hoenkies. Want hier hebben wij zo'n blokkie. Ja. Wil je dat overal doen? Ja, dat is maar de vraag. Dat had Pascal had dat gedaan. Even op afstandje kijken. Gaan we dat inhouden? Ja, het is wel een leuk detail. Wacht, ik heb denk ik wel wat leukers. Wacht, moet even kijken wat het mooi staat. Oké, dan ga ik even de hooibergen fixen. Dan ga ik straks wel kijken wat jij hebt gemaakt. Ik ben wel benieuwd. Ja, is goed. Maar laat maar raden, je ouders koken gewoon elke avond het eten? Ja, meestal wel. Oh, en kookt je vader of je moeder? Mijn moeder. Oh, ja. Verrassing, moeder. Meestal zijn het de moeders die eten koken. Niet altijd, maar vaak wel. En soms, als niemand zin heeft, een pizzatje in de oven. Oh, dat klinkt echt super lullig. Soms, als niemand zin heeft in dat eten van mijn moeder, dan nemen we gewoon lekker een pizza. Nee, als niemand zin heeft om te koken. Oh. Ja. Ja, oftewel als je moeder geen zin heeft om te koken. Ja. Ja. Of niet thuis is. Dan hebben jullie zoiets van, moeder is niet thuis, nou dan bestellen we pizza. Ja. Nee, ik geef je groot gelijk hoor. Ik zou precies hetzelfde gedaan hebben. Ja, bij mij is het zo dat Daddy kookt 9 van de 10 keer. En als ik kook, dan is het meestal lekker soepie. Want ja, dan flikker je in de pan en dan moet je wachten tot het warm is en dan is het klaar. Af en toe wel roeren, want anders dan gaat het aankoeken aan de pan en dan kan je de pan weggooien. Heb ik namelijk al een keer gehad. Toen was het, ik weet niet, zal ik echt
laten horen. Is het een aanrader? Of ja. Zal ik... Ik wil het graag weten, dus... Ja, weet je het zeker? Ik ja, weet niet ik of de kijkers zo blij ook willen zijn, of blij daarmee zijn, want het gaat pijn doen aan je oren. Oké, nou, doe maar gewoon, denk ik. Ja, gewoon doen? Ja, okay. Gewoon ervoor gaan. Het ging zo van... Echt nou! Waarom hebben we die soep de laden laten zitten? Nu kan ik die pan weer weggooien, verdomme! We hebben die pannen net nieuw! Ja. Ik had heel wat anders verwacht. Ik dacht een soort verhaal, maar nee, je begint meteen met schreeuwen. Ja, nou, ik ging gewoon laten horen hoe dat een beetje ging, zeg maar. Maar ik snap wel, ik snap het wel hoor. Ik neem het idee helemaal niet kwalijk, want we hadden net nieuwe pannen gekocht. En toen had ik gewoon meteen al zo'n pan helemaal verpest. Ja. Ja, dat was een beetje vervelend. Ja, we gingen namelijk verhuizen. En ja, dat doe ik vaak. Ik heb nog nooit ergens langer dan 4 jaar gewoond, dus... Ga er maar niet vanuit dat ik langer dan 4 jaar woon hier. Ja. Ik gaat het een record worden dan? Ja, nou, nee, daar ben ik niet van plan. Daarom zeg ik, ik ga er niet vanuit dat ik hier langer dan 4 jaar woon. Nee, en dat meen ik oprecht. Ik denk echt serieus dat ik binnen 4 jaar alweer verhuisd ben samen met D. Maar goed, op een of andere manier verhuizen is kut, maar ook wel heel erg leuk. Maar het is alleen leuk als je het zelf wil. Als je moet verhuizen omdat je moeder of vader het graag wil en jij niet, dan is het wel vervelend. Ja, ja. Ja, maar goed. Wij gingen toen verhuizen en wij gingen toen van een gasplaat naar van een gasfornuis naar zo'n kookplaat, weet je wel. En dan moet ik voel het al zo hard aankomen. Ja, dan moet je in één keer, want niet alle pannen werken op zo'n inductieplaat, dat is zo'n elektronisch plaat. Dus we moesten in één keer allemaal andere pannen gaan kopen en zo. Oeh, dit heb je leuk gedaan. Maar kunnen de kippen daar niet onderdoor, denk je? Nee, daar kunnen ze niet onderdoor. Ik weet niet of dit heel leuk is, hoor. Maar ik denk dat het hierboven wel leuk is. Anders is het heel saai. Misschien oh, wow. Zo... Ja, daarboven ziet het... Laten we het hier beneden niet doen. Maar daarboven wel. Dat is echt heel cool. Daar gewoon een blok doen dan, hier? Ja, maar kunnen we dan niet dit helemaal zo doen? Ik kan ook. Dan moeten we hier allemaal trapjes neerzetten, toch? Ja. Ik heb alleen geen bel, dus... Dat zie... Even kijken. Ik heb er nog 3. Uit, man. Oh, alle 3 fout geplaatst. Ja, hoor. Okay. Heb jij nog dingen? Ik heb genoeg dingen. Wat wil je? Ik heb marihuana, ik heb ecstasy, cocaïne. Nee, grapje. Die dingen bedoel ik niet. Ja, ik weet niet wat voor dingen jij wil. Nou, ik wil er gewoon hout. Oké, een trappetje. Ja, ik heb hier allemaal treppetjes. Hoe doe je dat? Oh, kijk eens aan. Oké. Ja, kijk, dit ziet er gaaf uit, man. Dit is detail, hè? Nice. Ja. Oké, wacht. Misschien is het ook mooi. Moeten we heel veel kijken nog. Oh. Misschien een kleine verandering hierin. Even kijken, waar is dat blokje? Hier? Als we het zo doen. Of niet? Ja, oh, mag zeggen. Ja, nog sicker. Ja. Ik denk het wel, hè? Ja, ik begreep precies wat je bedoelt, joh. Ja. Oh ja, niet zo. Dat bedoelde ik helemaal niet. Nee, dat snap ik. Oh, ook niet zo? Ja, verdomme, hoor. Laat het niet goed doen. Ja of nee? Oh, ja! Lekker. Ja, ik vind tof. Het wel mooi. Heel tof. Ja, okay. Gaaf. Oké, nou, dan gaan we dit zo weghalen. En dan doen we hier gewoon een hekje zo. Een hekje? Ja, dan halen we deze gewoon weg, maar dan houden we wel gewoon dat hekje daarboven tegenaan. Dat is wel cool. Ik vind het helemaal mooi. En is het dan ook leuk als we het gewoon hier zo naar boven doen? Ja, kijk eens, man. Ja, joh, doe maar gewoon erbij, joh. Helemaal leukie. Ja, ik vind het mooi. Nou, gaan we dat overal eventjes aanpassen. Vind ik het helemaal mooi. En dan, waarom vliegen hier bomen? Dan... dit is de zeldzame vliegende boom, 3.0. Maar zijn er meer? Er zijn zeker weten meer. Kijk, hiernaast is er ook één namelijk. En hiernaast, en hiernaast, en hier ook weer. En hier ook weer. Dat noemen ze de ziekte van vliegende boom 3.0. Oh ja. Dat gebeurt soms. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ze vinden het niet zo heel leuk, daarom hak ik hem nu dood. Nou, ik snap het meteen. Echt toppie. Zo werkt het niet altijd in problemen als je ergens last van hebt dat je het maar doodmaakt. Maar... Nee, doe dat maar niet. Nou, eigenlijk werkt het nooit zo in het leven. Ik wou net zeggen. Het komt niet zo heel goed aan. Het heeft niet zoveel met dood te maken, maar aan de andere kant ook weer wel. Het is een beetje vreemd, maar waar ik in één keer aan moet denken is... Ik was ooit op vakantie in Frankrijk. Het was echt super gaaf, mooi weer. En in het buitenland heb je altijd leuke beestjes. Ja. Hè, andere beestjes dan in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de salamander. Dus toen was er een salamander en dat was echt super cool. Want die salamander die liep gewoon over de tafel heen. Oh, stout salamander. Hey. Dat mag helemaal niet. Je hebt allemaal bacteriën bij je. Dus, want op de tafel lag er maar eten. En hij liep over de tafel. En toen dacht ik, wow, cool salamander. En toen greep ik hem bij zijn staart. En hij rende weg en ik had de staart in mijn handen. Wat?
Ja, zo ziek, jongen. Dat was eng. En die staart, die bewoog gewoon nog. Nou, ik helemaal zo in paniek. Wow, 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 wow. Maar wat blijkt dus, salamanders, die hebben dus een staart. En als je hem bij een staart pakt, dan valt die staart eraf. En dan rent de salamander weg zonder staart. En die staart groeit gewoon weer opnieuw aan. Hoe lang duurt dat dan? Die heb ik nog nooit gehoord. Geen idee. Ik ben uiteindelijk namelijk niet echt vriendjes geworden. Dus ik kon het niet meer vragen. Ja. Maar zo werkt dat bij een salamander. Ja, was dat nou een salamander? Wat lijkt nog meer op een salamander? Ik weet het eigenlijk niet. Maar het was waarschijnlijk wel een salamander. Ik had het ook een keer gezien. Ja. Toen ging ik een ijsje kopen in... ik weet niet meer waar dat was. Volgens mij Italië of zo. Maar in ieder geval... Ik zag een salamanders op de muur klimmen, weet je wel? Ja, ja, ja. Bij dat ijswinkeltje. Was het geen Spider-Man? Nee, dat was geen Spider-Man. Okay, ja, okay. Misschien ook wel een beetje. Oké, okay, oké. Okay. Was beter dan spinnen, weet je. Zeker weten. Ja. Nou, dat was wel heel gek, ja. Die oh, staart... oh, ik dacht er kon nog wat, maar dat was het. Ja, nou, dat was het. Ik ja. zag het gewoon. Maar wat heeft het op de muur lopen te maken met die staart dan? Ja, ik weet niet, gewoon dat ik het ook een keer zag, maar dan oh, je wilde gewoon even vertellen dat je ooit een keer een salamander had gezien. Ja, maar dat is op de muur klommen, dat vind ik wel grappig. Dillen, ja, jongen, wat ben je weer lekker zeggen, bezig, dat was jongen. Het enige wat ik wilde vertellen. Oké, okay, ja, nee, tuurlijk, je mag alles vertellen wat je... Nou, niet alles. Sommige dingen wil ik niet weten, denk ik. Wat is nou typisch iets wat je niet wil weten van de ander? Ik heb een keer groene poep gehad. Ja, ik denk dat het wees, ja. Ja, nou sorry, je weet het nu al, hoor. Ja, nee, echt serieus. Ik heb een keer groene poep gehad. En ik was helemaal in de war, jongen. Ik dacht, what the fuck, is het nou omdat ik iets verkeerd heb gegeten? Huh? Of... Maar niet toen je baby was zo, want dan is het normaal, toch? Nou, baby's die hebben die echt... Die poepen toch groen op het begin? Die kunnen wel andere kleuren poep hebben. Ik weet niet of het altijd zo andere is. Andere kleuren poep, de een heeft paars en de ander heeft rode, nee toch? Nou, je kan ook rode poep hebben, hoor. Wat is er dan gebeurd? Ja, dan weet ik veel. Anus gescheurd of zo. Ja, weet ik veel. Ik ben geen arts. Maar okay. Alleen dat ik een keer groene poep heb gehad. Dat was dus omdat mijn maag was overstuur en ik had iets verkeerds gegeten. En ja, toen had ik groene poep. En mijn moeder zei, ja, is niks ergs, hoor. Maar als je heel veel last krijgt, moet je even naar de huisarts. Maar... Ja, de volgende dag had ik gewoon weer normale poep. Gewoon hele vieze bruine. Ja, dat was mijn verhaal van de poep. Daarmee sluit ik af. Heel erg bedankt allemaal voor het aanhoren van mijn poepverhaal. Hopelijk vond het een leuke aflevering. Vergeet geen poepduimpje omhoog te doen. En zoals ik altijd zeg, bedankt weer voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En wij gaan dit zeker afmaken. Wordt een mooi project. Hebben jullie nog iets wat sowieso erbij moet? Laat het dan alsjeblieft weten, want dan kunnen we D heel erg gelukkig maken met deze kinderboerderie voor de Miri. Behalve poep. Bye bye!